Nogmaals, welkom bij de Digitale Donderdag. Vandaag staat de webinar in het teken van de nieuwe grote Formlabs SLA-printer, de Form 3L. Mijn naam is Mark Burghoorn. Rechts de foto, nog met, ik heb ondertussen wat meer haar en een andere bril. Ik ben AN-consultant, 3 jaar werkzaam bij Cards PLM Solutions. Verantwoordelijk voor de sector Cards 3D Printing Solutions. Binnen Cards en onze focus is op de Ultimaker en de Formlabs 3D printers. Wij begeleiden alle onze relaties en nieuwe relaties binnen de maakindustrie in de Benelux met alle 3D printprojecten met deze printers. Denk aan leveren, installeren van de printers, trainen, pre-sales en after-sales. Goed, even kort voorafgaand. Wij zijn partner van twee bekende die 3D print fabrikanten in de Benelux voor Ultimaker en Formlabs. Links de Ultimakers, wellicht wel bekend voor jullie. En rechts de Formlabs printers. En vandaag gaan we het houden over de Form 3L. Hij staat hier afgebeeld naast de Form 3, de kleinere broer die al een poosje beschikbaar is. En daar gaan we het vandaag over hebben. Even heel kort voor degene die niet helemaal weten wat het verschil is tussen beide printers. Ik ga er niet te diep op in. Maar links de Ultimakers, oftewel de filamentprinters, afkorting FDM, Fused Deposition Modeling. Wat we ook wel eens horen is FFF, dat betekent Fused Filament Fabrication. Je mag allebei gebruiken. De laatste is wat populair de laatste tijd. Oftewel de draadprinters. Rechts de Formlabs, dat zijn SLA-printers. SLA staat voor stereolithografieapparatus, oftewel stereolithografieprinters. Ook wel genoemd de HARS-printers. Twee totaal verschillende printtechnieken. Die elkaar zeer goed aanvullen binnen de maakindustrie. Formlabs, de Form 3L. Waarom de Form 3L? Waarom de grotere versie? Dat is eigenlijk drieledig. Ten eerste veel vraag naar een SLA-printer met een groter bouwvolume. En dus het maken van grotere prints dan op de wat kleinere Form 3. Ten tweede was er vraag naar het printen van meerdere kleine modellen in één printjob. Dus meerdere van dezelfde, van hetzelfde model in één print. Dus wat meer seriematig. Dat werd voorheen gedaan door dit soort grotere SLA-prints uit te besteden. Vaak kostbaar. Vaak kostte dat nogal wat tijd voordat die modellen binnenkwamen. De Form 3L geeft op dit moment een goede prijs-kwaliteit verhouding in plaats van wat uit te besteden. Wel een groter bouwvolume, zei ik. Nou, wat is nou een groter bouwvolume? Ik heb hier een klein voorbeeld waarin jullie kunnen zien hoe groot dat grotere bouwvolume nou is. Dat is een heel simpel beeld waarin je kan zien wat voor grote prints, dat is al maximaal wat eruit kan, wat je zou kunnen gaan printen. Daarbij ook een afbeelding van hoe groot die printer wel niet is ten opzichte van de daar links staande kleinere Form 3. Dus inderdaad een bijzonder groter bouwvolume. Specificaties. Ik ga er niet te diep op in. Hier zie je vooral de verschillen tussen de Form 3 en de Form 3L. Beide van de technologie LFS, Low Force Stereolithografie. Dat zie je dadelijk in een korte introductievideo wat dat precies betekent. Beide een, ten opzichte ook van de Form 2 die rechtstreeks een kleinere laserspot size om nog gedetailleerde prints kunnen maken. Het grootste verschil tussen de Form 2 en de Form 3 naast bouwvolume is toch, of de Form 3 en de 3L, is toch dat de 3L bestaat uit twee lasers. Je ziet daaronder het grotere bouwvolume. Gaat naar 335 bij 200 bij 300. En de laagdikte die geprint kan worden tussen de 300 en de 25 micron voor beide machines hetzelfde. De Form 3L is al een sinds korte tijd bij ons te bestellen in de pre-order. Echter, er was nog niet zo heel veel bekend met betrekking tot de specificaties en alle functionaliteiten. Nou, dit is nu wel zo en we kregen er heel veel vragen over. Dus het leek ons zinvol om even dit te delen in deze webinar. Ik zal even een kleine video laten zien. Dit is de introductievideo van Formlabs. Er komt ook een stukje van de Form 3 is daar zichtbaar. Maar geeft even een beeld. Hoe de machine eruit ziet en hoe die werkt. Komt-ie. The Form 3 and Form 3L are powered by low-force stereolithography,
This advanced print process adapts to your part's geometry to consistently deliver flawless prints. At the heart of the machine is the Light Processing Unit, or LPU, an enclosed laser system that uses spatial filtering and a parabolic mirror for uniform illumination across the build area. A flexible tank reduces forces while printing for incredible surface finish with fewer supports, while the LPU provides precisely controlled linear illumination for accuracy and repeatability. Another advantage of LFS is that it works at scale. The Form 3L uses two staggered LPUs to offer 5 times the print volume. With twice the laser power, now you can print large parts fast. Easily switch between an ever-expanding library of materials with our auto-dispensing resin system. Integrated sensors ensure consistent and reliable performance at every step of the process. Our simple software helps growing teams work more efficiently, so you can move on to the next. Challenge. The Form 3 and Form 3L, powering breakthroughs every day. Goed, dit geeft een beetje beeld vooral hoe het nieuwe printprincipe, de LFS, werkt. Ik heb hier voor mij een interactieve tour die beschikbaar is gesteld op Formlabs. En daar wil ik graag even met jullie doorheen lopen, waar we wat dieper op de specificaties en de techniek van de printer ingaan. Dan switch ik even naar een scherm. Dat is deze. Hier links de Form 3, rechts de Form 3L. Ik ga eerst heel even terug naar de Form 3 om dadelijk ook even wat verschillen te kunnen laten zien. Als ik deze hier start, dan zien we hier de Form 3. Ik wil eerst even naar boven hier, naar de cartridge. Form 3 voorziet van 1 resin cartridge. Hier is zeg maar de voorraadtank met de gekozen hars voor het te printen model is hierin bewaard. Die kun je eenvoudig wisselen als je andere harsen wil gaan gebruiken. Dan moet ik eventjes terug. Zo. Als die cartridge in de printer zit, dan zit hier achter de machine zit een mechanisme die controleert hoeveel hars er in de tank mag stromen. Die tank zit hier onderin. Ik hoop dat jullie de muis kunnen zien. Daar stroomt de hoeveelheid hars naar binnen in de tank. Als we even de machine open doen, ik zal dat dadelijk bij de 3L laten zien, dan zie je daar binnen deze tank. Die tank kan ook gewisseld worden. Ja, dus als je van de ene type hars naar het andere type hars wil gaan, dan wissel je de cartridge en de bijbehorende tank. Ik ga er even verder niet dieper op in. Ik laat dadelijk de 3L wat van meer dichtbij zien. Hierboven zie je de beeldplaat. Die beeldplaat die verdwijnt bij elke laag in de bak met hars. En daar is een UV-licht die de UV-laser die de betreffende laag uithart. Ik zal hem even dichtmaken. En dan gaan we naar de 3L. En dan kan ik dadelijk de verschillen laten zien. Form 3L. Even terug naar de cartridges bij deze machine. Die zitten hier aan de zijkant. Daar zie je 2 keer 1 liter cartridge. Dat zijn natuurlijk grotere prints die je kan maken. Hè. Een 5 keer zo groot bouwvolume vergt ook meer cartridges. Dat betekent dat als je beide type printers zou hebben, de 3 en de 3L... kan je de cartridges voor beide machines gebruiken. Het mechanisme voor het vullen van de tank zit aan de binnenkant. Ik zal hem openmaken.
En dan zoomen we even in op de tank. Dat is eenzelfde principe, alleen een grotere versie. Je ziet hier aan de linkerkant de cartridge floor. Daar zit hetzelfde mechanisme, hetzelfde soort mechanisme als bij de Forum 3. Die reguleert hoeveel hars er in de tank mag stromen voor de betreffende print. Hier zie je een level sensor. Die zal ik even dichtbij laten zien. Dat is deze. Deze sensor meet op ultrasoon de hoeveelheid hars die er nog in de tank aanwezig is. Die zorgt ervoor dat er altijd voldoende hars aanwezig is om de prints af te maken. In de tank. In deze tank zit een mixer. Dat is deze. Die kan ik hier laten zien. Dat is een magnetische mixer of wiper, zoals men wel noemt. Die zorgt eigenlijk voor twee dingen. Die zorgt ervoor dat de filmlaag van de tank na elke laag die uitgehard is, schoongemaakt wordt. Dus vrijgemaakt wordt van wat dan ook. En daarna zorgt hij voor als de beeldplaat uit de tank is bij elke laag, dat hij alle belletjes, eventuele luchtbelletjes uit de voorraad hars weghaalt. Hier onderin zien we een X-as. Die X-as zorgt voor de in de X-richting bewegende LPU, de Light Processing Unit, oftewel de UV-lasers. Het zijn er twee. Ik kan hem ook even laten zien. Dan klikken we deze aan hier. LPU Assembly. Dat is een één geheel. En ik kan hem hier even openmaken. Dan zien we hier nu nog, deze Exploding View is nog één laser. Er zitten dus twee van deze units in. Hier zie je de laser met de bedienbare spiegel en de parabolische spiegel. Die de laserstraal, de UV-straal, op desbetreffende positie van het model richt door de folie heen. Dan gaan we even terug. En dan gaan we deze even terug doen. In de Z-as is hier een spindel. Die zorgt voor het bewegen van de beeldplaat. Die beeldplaat is natuurlijk een heel stuk groter dan bij de Forum 3. Er zitten handvaten aan om netjes eruit te kanalen. Ik kan je voorstellen dat toch prints die hier aankomen aardig zwaar zijn. Als we even laten zien hoe dat werkt, dan zie je dit beeldplatform dus in de hars verdwijnen. En uit die hars trekt hij het model. Maar dit ging wel heel snel. Het gaat natuurlijk laagje voor laagje. Maar even om een idee te krijgen hoe dat werkt. Hier zie je ook dat de totale bouwvolume is 335 breed, 200 mm diep en 30 centimeter, 300 mm hoog. Dus 5 keer zoveel als de kleinere Forum 3. Dan doen we hem even dicht. En wat ik nog even wil laten zien is, net als bij de Forum 3, deze printer een zeer vriendelijk touchscreen, vriendelijk bedienbaar touchscreen heeft. Waar de huidige printer ook zichtbaar is, of de huidige print zichtbaar is die gemaakt wordt met degene die de print gestart heeft. Er zit een lijst in met je voorafgaande prints die je daarvoor gemaakt hebt. Die kan je, die worden opgeslagen in de printer. Die kan je indien je de juiste cartridge en tank gebruikt voor die print nogmaals starten vanaf de printer. Als we even verder kijken, zie ik hier nog twee dingen. Deze is iets minder interessant. Maar even op de achterkant zitten een aantal aansluitingen op. Er zit in ieder geval een geïntegreerde netvoeding in. Aanleidschakelaar. Machine is te bedienen via wifi. Hij is te bedienen via LAN, UTP-aansluiting. En hij is te bedienen rechtstreeks vanaf een laptop of een pc via USB.
Deze virtuele tour is gewoon beschikbaar. Degene die daar interesse in hebben, kan ik het linkje even doorsturen. Dan kan je hem zelf nog eens een keer van dichtbij bekijken. Ik ga weer eventjes terug naar de presentatie. Even een paar voorbeelden van grotere prints die gemaakt kunnen worden. Ik heb hier een voorbeeld van een fietshelm. Die is gemaakt in de harsmateriaal TAF 2000. Dat is een nieuw materiaal wat de eigenschappen van ABS benadert. Hier zie je een helm die kan in 42 uur geprint worden. 652 milliliter. En is een $114 aan materiaalkosten. Medische print, een deformed spine, een vergroeid ruggenmerg. In 75 uur te printen, een grote print, veel supportmateriaal wat daarmee geprint wordt. Dus 1,2 liter. Zo $246 aan materiaal wat in één keer in 75 uur gemaakt kan worden. Ander voorbeeld is een automotive voorbeeld, is een behuizing van de ventilator. Een 60 uur print. Dat soort grotere delen kan je dus nu in één keer printen. Twee andere voorbeelden die ik zelf heel erg ook interessant vind, is de linkerkant zie je dat je in 33 uur complete elektronica behuizing kan printen. Dat is een print die je normaal gesproken op de vorm 3, eigenlijk in 3 separate prints zou moeten maken. Of in 3 losse printers of 3 keer achter elkaar, wat natuurlijk veel langer duurt dan deze 33 uur. Aan de rechterkant een heel mooi voorbeeld, tijdens corona gemaakt en in nog geen dag 65 ventilatoradapters in één print gemaakt. Dan komt het meer in de richting van serieproductie. Twee mooie voorbeelden wat je dus met de Form 3L wel kan doen en op de Form 3 eigenlijk ook, maar in een veel langere tijd. Postprocessing. Dit is eigenlijk nieuw, dit heb ik vanmorgen toegevoegd. Ik denk dat daar ook wat vragen over komen. Vandaar dat ik hem toch erin heb gezet. Hier links de Form 3L Finish Kit. De Form 3 wordt ook een Finish Kit geleverd. Deze Form 3L Finish Kit bestaat uit een rinse bucket of gewoon een spoelbak. Dat is een metalen bak met daarin een mandje om je modellen, kleinere modellen te wassen. Er zit nummer 6 is een bracket waarmee je de gehele beeldplaat vast kan zetten op een ondergrond. Er zit wat gereedschap bij, maar dit is eigenlijk een handmatige finish kit. Die zit standaard bij de 3L, wordt die geleverd. Ik ben van mening dat de eerste machines die geleverd worden nog met een iets andere versie finish kit geleverd zullen worden. Dus niet met deze zoals die hier staat, maar dat heb ik nog niet bevestigd gekregen. Heel vers van de pers. Toen ik de foto's kreeg, mochten we het nog niet delen. Ondertussen staat het al wel op de Formlabs website bij de 3L. Is dat men bezig is met de Formwash. Een wasmachine voor isopropanol of TPM. En de Cure machine, dus de UV-uithardmachine. Zoals bij de Form 3 nu ook de wash en de Cure leverbaar zijn. Een compleet pakket zal die voor de 3L ook beschikbaar worden. Ik heb alleen deze twee foto's. Zo zullen ze er ongeveer uit gaan zien, ook met touchscreen. Ik weet nog geen prijzen. Denk aan tweede kwartaal volgend jaar dat deze beschikbaar zullen zijn. Tot die tijd is er nu in ieder geval de handmatige finish kit en hebben we optie tot wash and cure producten van derden. Mocht je daar geïnteresseerd in zijn, dan kun je met mij even contact opnemen. Dan hebben we daar wat meer informatie over. Maar dit is echt net nieuw en ik mocht ze delen om even te laten zien dat ook daar aan gewerkt wordt. Even kijken. Even omhoog. Deze. Harsen. De resins. Dat is groeiende. Er zijn nu een grote serie industriële resins beschikbaar voor de Form 3. Ook standaard resins. Er zijn resins voor medical beschikbaar. Wij focussen ons vooral op de standaard resins en de engineering resins voor de maakindustrie. Al die resins hebben we ook op voorraad. We hebben daar kennis van wat de specificaties zijn, wat de functionaliteiten van de resins zijn. En die groeien gewoon nog steeds. Voor de Form 3L zal dat gefaseerd ondersteund worden. Dat betekent dat
dat er in het begin van de levering van de machines er een x-aantal resins beschikbaar kunnen zijn. Dus de profielen voor de printer beschikbaar zullen zijn om de resins te gebruiken. In de loop van dit jaar en het eerste kwartaal volgend jaar zal dat uitgebreid worden met alle andere beschikbare resins. Hier zie je een aantal voorbeelden van wat er met die resins van gemaakt kan worden. Wil je daar meer over weten, dan kan je ons al benaderen. Wij weten al precies welke resins geadviseerd worden te gebruiken bij welke soort modellen. En we kunnen daar ook demo prints van maken, indien je daar interesse in hebt. Even kijken hoor. Vorm 3L vanaf dit moment te bestellen bij ons. Voorheen was het in de pre-order. We hebben er een x-aantal zullen we er binnenkrijgen. Binnen enkele weken, ik hoop 1 of 2 weken, zal de partnermachine bij ons in het Experience Center in Best staan. Die is natuurlijk te bezichtigen. We zullen daar demo prints maken. We hebben er nog een aantal beschikbaar, zijn er een aantal verkocht. Die zijn gereserveerd, zijn ook een aantal beschikbaar om nog te bestellen. Voor nog net geen 11.000 euro ex-BTW. Dat is dus met de printer, 1 beeldplaat, 1 resin tank. Voor de nog te kiezen resin. Resin zit daar nog niet bij. Die zal dan gekozen moeten worden. En daar zit de handmatige finish kit bij. En daar zit ook 1 jaar pro-service plan bij. Daar ga ik even verder niet op in. Zou je willen weten wat dat service plan inhoudt? Dat is best wel omvangrijk en interessant. Daar kan ik daar wat meer over vertellen. Dit is wat wij. Dit is hetgeen wat ik eigenlijk wilde delen vandaag. Ik wil je bedanken voor je aandacht. Nogmaals, binnen enkele weken zal de eerste machine bij ons in ons Experience Center in West staan. Jullie zijn welkom om deze te komen te bezichtigen. Bel ons even voor een afspraak en dan kunnen we misschien nog wat verder dieper op de machine ingaan. Deze webinar komt als recording beschikbaar op onze website. Op deze website kan je ook recordings terugkijken van de voorgaande webinars. En daar kan je zien welke webinars de komende maanden gehouden gaan worden. Degene die nog vragen hebben, blijf alsjeblieft even hangen. Dan zullen we die beantwoorden via de Q&A.